Dus hier is Jezus terechtgekomen. Dat moet hier geweest zijn. Ja. En hier is dus ook dat moment geweest dat Pilatus Jezus moet... Die moet iets met Jezus. Ja, kijk, de evangeliën beschrijven dat Pilatus een heel gesprek heeft met Jezus. Uit andere bronnen weten we dat Pilatus er helemaal geen moeite mee had om mensen ter dood te brengen, te laten brengen. Dus of dat gesprek helemaal historisch betrouwbaar is, weet ik niet. Nee, want het idee is, de Joodse hoge priesters brengen hem hier naartoe, want die moeten hem niet, kunnen hem zelf niet veroordelen. En leggen het dus voor aan Pilatus en zeggen, kun jij hem niet... Ja, het Sanhedrin, dat is dus het college van de hoge priesters en andere priesters, heeft niet de macht om iemand ter dood te brengen. Dat hebben alleen de Romeinen. Dus willen ze iets met Jezus in die richting, dan moet dat door de Romeinen gedaan worden. Vandaar dat Jezus bij Pilatus komt. Ja, ja. En waarom moet hij dood? Hij was een bedreiging voor de bestaande orde. Het establishment van de tempel moet hem gezien hebben als een risico. Je moet je voorstellen, in deze periode, in de eerste eeuw, waren er ontzettend veel oproerkraaiers. Het is ook uiteindelijk helemaal fout gelopen met Jeruzalem in de Joodse oorlog 66 tot 70. Dus Jezus was in hun ogen een van de vele opstandelingen. Oproerkraaien, kop eraf. Ja, precies. Althans, kop eraf. Ja. De kruisdood. De meest onmenselijke dood die je kunt voorstellen. Het is echt afgrijzelijk. Wat je kan overkomen. Dat is echt verschrikkelijk. En waarom moet hij die kruisdood sterven? Romeinen gebruikten die kruisiging als een middel om mensen af te schrikken. Dus je vermoordt iemand door de kruisiging. Maar normaal gesproken bleven de lichamen aan een kruis hangen. En dat duurde een hele tijd. Tot ze kaalgevroten waren door de gieren. Nou, dat is een afschrikwekkend voorbeeld om mensen eigenlijk uit te leggen dat ze die weg niet op moeten gaan. Kortom, waarom de kruisiging in dit geval? Jezus was in hun ogen een opstandeling, leider van een beweging. Als je die beweging de kop wilt indrukken, dan hak je de kop eraf. En de kop was in dit geval Jezus. En dan maar dood via de meest vrede, afschuwelijke manier die je kan bedenken. Daar zaten de Romeinen helemaal niet mee. De verhalen over deze vorm van doodstraf zijn uitvoerig beschreven door meerdere bronnen. Toch vonden archeologen nooit enig tastbaar bewijs voor die kruisigingen. Daar kwam in 1968 verandering in. En wat is dit voor een bot? Nou, dit is de hielbot van een man die gekruisigd is. Die botten zijn in die kist gevonden, samen met botten van andere individuen. En ze weten dat van een kruisiging is? Ja, dat is duidelijk. Dus die spijker is met de hamer door de voet geslagen, door de hiel. En je ziet ook nog dat wat hout, resten van hout zijn nog bewaard gebleven aan beide kanten van de voet. En je ziet ook nog dat die spijker daar heel doorheen is gedreven en aan de andere kant. En ook nog eens nog één kromgeslagen is. Kromgeslagen met de hamer, dat hij daar niet uitglijdt. Ja. Nou ja, maar je ziet ook dat de Romeinse soldaten eigenlijk alle mogelijkheden hadden om hun sadisme uit te leven. Dit is echt een sadistische straf. Ja, natuurlijk. Het is ontzettend pijnlijk. Het duurt heel lang totdat die man in dit geval... Want hier zie je dus hoe dat... Ja, dat is de reconstructie op de basis van de gevonden botten. En hier zie je ook hoe die voeten daar van de zijkanten... Het gaat hem dus eigenlijk hier doorheen. Ja, precies. Hier doorheen. Maar het beeld wat wij allemaal hebben van Jezus, die gekruisigd wordt, is eigenlijk zo. Ja. En dan hier ergens een grote spijker door allebei heen. Of door beide voeten door. Of door beide voeten. Ja, dat hangt een beetje af van de fase wanneer dit beeld is gemaakt ook. En spijkers door de palm. Dat zou nooit gebeuren, omdat dit scheurt. Ja, dit is niet sterk genoeg. Als je wel de handen wilt vastspijkeren, dan moet je dat hier doen. Dus als Jezus gespijkerd is in zijn handen, dan is hier. Het door zijn pols. Ja, dan hier. Want dat bot, dat zou dat hem houden. Dat houden. Ja. Dus het was echt een vernederende straf. En hij is eigenlijk gestikt vanwege het gewicht van zijn eigen lichaam. Hij kon niet meer ademen. Ja. Je hangt dan zo en dan heb je geen kracht meer. Hoe langer, hoe minder kon je ademen en dan stik je langzaam. Ja. En als je die procedure wilt afkorten, dan had je je lans genomen en dan gewoon mensen doodgestoken. Ja. Ja. De echte dieptepunt voor het leven van Jezus natuurlijk. Niet alleen om te sterven, maar op die manier.